Hi en welkom terug bij weer een nieuwe video. En dit is weer een cozy kletsup. Zoals jullie kunnen zien zit ik lekker in mijn gemakkelijke trui met een warm kopje groene thee met citroen. Sowieso hebben jullie al een aantal dingen voorbij zien komen. Er is al een cozy kletsup online geweest, dus de eerste staat al online. En dat is eigenlijk wel heel goed bevallen. Dus ik had zoiets van oké, die hou ik er sowieso in. Het wordt dus inderdaad eens in de maand een kletsup update video van hoe ik me voel. Hoe het gaat en zoals jullie ook kunnen zien komen een aantal andere video's online die nog nooit online zijn gekomen op mijn kanaal. Sowieso vind ik het heel leuk om shoplosse nieuwe items te reviewen, maar ik ga proberen dat de meeste in mijn vlog voorbij komen of in een kletsup video. Zo heb ik zoiets van oké, het zijn dus niet alleen maar nieuwe items video's, want door zulke video's ga je mensen heel erg stimuleren om geld uit te geven. En ik vind juist dat je soort juist mensen moet helpen om een beetje op hun geld te letten. Of door het op een andere wijze te proberen, zoals een DIY. Of op een goedkopere manier eraan te komen. Dus dat ik meer mezelf daarop ga focussen. Sowieso mag je natuurlijk jezelf altijd eens in de zoveel tijd verrassen. En ik woon nog thuis, dus ik kan het iets meer dan een ander. Nu is het wel zo dat dit soort updates gewoon heel lekker en chill en gemakkelijk moeten zijn. Dus niet de al te moeilijke gesprekstoffen. En anders kort maar krachtig. Sowieso heb ik nu een heerlijke warme bak thee, want het is buiten, de zon schijnt. Het is een blauwe lucht, maar de wind is heel erg koud. Ik ga denk ik vanmiddag nog wel even sporten. Want ik zat eerst te denken van het is zo mooi weer, dus misschien kan ik wel gewoon de rolschaatsen op. Dat is trouwens wel een hele goede beweging. Ik heb natuurlijk een Apple Watch. Die bevalt heel erg goed. Ik heb verschillende soorten Apple Watch bandjes via eBay besteld. En die zitten eigenlijk allemaal prima. Die zitten goed, die gaan niet los, die doen niet raar. En met rolschaatsen heb ik gezien dat je hartslag boven de 130 uitkomt. Hetzelfde met hoelahoepen. Hoelahoepen, ik heb hem hier voor me staan zelfs. Dit is van Hoop It Yourself. Ik kan hem misschien even ietsjes laten zien aan jullie. Maar hij zit precies onder mijn statief. Kijk. Die is van Hoop It Yourself. Echt een hele fijne hoepel. Moet je eigenlijk dus een kwartiertje 20 minuten op een dag doen. En ik doe het eigenlijk niet. En zoals ik hem nu heb gezet moet dat wel lukken. Want nou zit hij echt in mijn beeld. Dus nou kan ik geen excuses meer verzinnen. Vanochtend heb ik dus weer voor het eerst weer nepwimpers opgedaan. Het is heel erg wennen. Want sinds ik die wimper extensions heb draag ik dus geen mascara meer. Dat scheelt me een hele hoop tijd met schoonmaken van mijn ogen. Maar ik heb met Masira besproken, dat meisje uitleer dan die dus mijn wimpers zet, dat we de volgende echt dik en glam gaan doen. Dus echt veel meer fluffy en dat ik gewoon helemaal niet echt 1, 2, 3 die nepwimpers hoef te gebruiken. Ook niet met een normale kletsup of een ander soort video. Maar ik vind met de video altijd wel mooi omdat het iets meer spreekt. Hoe is het om mijn werk? Sowieso goed. Het went nog niet echt heel erg qua uren en tijden. Ik werk er 38, dus 2 uur minder dan hiervoorheen op kantoor. Hiervoorheen op kantoor had ik 40 uur en toen had ik altijd heel veel energie over. En ik zat de hele dag, dus ik kwam niet echt aan mijn beweging toe. Dus de sportschool was ook geen probleem. Dat vond ik prima, want ik was toch elke avond gewoon vrij. Toen moest ik ook wel de zaterdag werken, maar dat was 1 keer in de 3 weken. Nu werk ik sowieso dinsdag tot zaterdag standaard. Plus 2 lange dagen. De donderdag en de vrijdag zijn voor mij echt pittig. Dat is gewoon echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus dat is echt, zeg dat ik 9 uur wegga van huis. Dan ben ik er 9:30. En dan ben ik 's avonds ook weer om 9:30, 9:45 thuis. Dat is best wel een dingetje. En daar moet ik echt wel aan wennen. Maar misschien in de toekomst kan ik daar nog iets anders voor regelen of iets anders voor doen. Want zoals ik nu merk, zijn al mijn dingen ernaast op een laag pitje. Ik kan mijn vriend door de week niet zien, want ik zit ook met mijn sportabonnement. Ik zie mijn vriendinnen eigenlijk niet, want die moeten eigenlijk ook alles op een vrije dag doen. Dus het is even pittig en echt enorm wennen. Maar goed, ik heb ook van de week 3 nieuwe dingen binnengekregen van River Iceland. Meer trouwens, en nieuwe bikerboots. Dus die moet ik nog even beneden gaan halen, want die zijn echt de moeite waard om te bekijken. Die zijn van PS Pullman en die zijn echt zo mooi. Iedereen loopt wel die bikerboots en ik had echt zoiets van oké, Rachel, ga jij precies soort hetzelfde bikerbootlaarsje als iedereen al hier halen. Want allemaal collega's liepen er al op beneden. De een had met gespen, de ander met studs, de ander met heel veel riempjes. En ik vond het zo vet en ik denk ja, eigenlijk moet ik dan weer net iets anders doen natuurlijk dan weer dan de rest. Dus ik heb hele toffe laarsjes gehaald, dus die ga ik even aan jullie laten zien. Oké, ready? Ze zijn echt zo gaaf. Ik moest er echt heel erg aan wennen. Maar kijk hoe tof. Dit zijn mijn
bikerboot. Zoals je kan zien, er zit een soort glimpatroon in. Een soort dat slangachtige patroontje zit erin verwerkt. Het is gewoon stof, dus het is gewoon zacht. Maar doordat er licht op schijnt, lijkt het soort een beetje lak. Nu weten jullie natuurlijk ook dat ik een lak jasje toen heb gekocht op mijn werk. Dan moet ik het verhaal even vertellen. Ik ben nooit van de merken geweest. Ik kocht mijn kleding bij de Primark, op de markt. Zolang het maar leuk was en het lekker zat, vond ik het prima. Nu werk ik bij een modehuis, dus je gaat meer naar merken kijken. En het merk Eiko heeft mijn hart gestolen, want het merk Eiko heeft echt hele unieke items. En ze zijn gewoon echt prachtig. Toen hing dit lakjasje er. En ik had echt zoiets van, oké, 130 euro voor zo'n jasje. Normaal zou ik er 50 euro voor over hebben en klaar. Maar goed, je krijgt natuurlijk ook personeelskorting en dan scheelt het wel weer wat. En ik had zoiets van, oké, ik had er al 3 verkocht aan mensen. En iedere keer als hun het jasje aantrok, dacht ik, koop het niet in die maat M. Ik wil me echt zo graag in M. Dus toen had ik zoiets van, oké, zo'n jasje doe je echt super lang mee. Het is gewoon een jasje voor even eroverheen, even in de auto, als je uit eten gaat, even aantrekken. Er zit stof sowieso op de achterkant van de mouw en aan de zijkant van het jasje. Maar ja, ik dacht, matchy. Ik denk, echt top. En deze schoenen zijn dus van PS Pullman. En ze waren 109 euro. Dat is wel wat geld, maar op zich heb ik het wel nodig. Want mijn ene voet staat iets minder binnen. Dus ik heb echt wel een goede steun nodig qua schoen, waar ik het hele dag ook kan volhouden. Dus bijvoorbeeld als ik een hele werkdag moet werken van 9:30 tot 9:00 s'avonds, hebben mijn voetjes echt wel even het een en ander nodig. En ik krijg ook echt wel een opdater van zo'n dag. Dus deze schoenen hou ik het hele dag eigenlijk op vol. Zo ziet de voorkant eruit. Dus ik heb hem, de bovenste twee kan je hem dus nog strakker doen. Maar ik draag hem eigenlijk los. Ik doe hem hier wat strakker, zodat ik hem boven wat stugger en wat wijder kan dragen. Dat vind ik mooier. De achterkant zit een mooi zilveren stutknoop. Hier nog een extra detail, zeg maar, qua lusje, knoopje. Iets hogere zool, maar niet zo gigantisch hoog. Sommige bikerboots hebben namelijk echt een hele hoge zool of hak. En dat vind ik eigenlijk niet mooi. De rist loopt scheef, niet recht naar beneden. Dus dat vond ik ook wel weer unieker. En het patroontje vind ik dus gewoon echt geweldig. Dus dit zijn de bikerboots die ik dus nu momenteel draag. Maar dat is niet alles, want ik heb natuurlijk nog meer binnengekregen. Ondertussen even een lekkere slok thee. Ik heb mijn eerste Engelstalige boek binnengekregen. En deze is van John Green en dit is The Fault in Our Stars. Dit boek is, wat er bovenin staat, de multimillion worldwide bestseller. En ik wilde altijd al mijn Engels wat opkrikken. Maar goed, door alleen maar Engelse nummers te luisteren is dat ook niet altijd heel erg makkelijk. Want daardoor zie je de woorden niet en hoe het wordt geschreven. Dus ik had zoiets van, oké, ik wil een Engels boek gaan bestellen. En toen kwam ik deze tegen bij Bol.com. Helemaal niet veel geld, dus ik denk, hè, ik waag het erop. Dit is een nieuw boek en hier ga ik aan beginnen. Dus mijn eerste Engelstalige boek, daar ga ik momenteel eind van de middag mee beginnen met lezen. En toen kreeg ik nog 3 items binnen van River Iceland. Nou moet ik zeggen dat ik de helft goed heb bekeken. Want het was druk van de week en ik had 2 koopavonden en dan kom ik thuis. En dan heb je eigenlijk een soort van nergens zin in. Maar ik ga het nu even iets beter uitpakken. Sowieso, een make-up tasje. En deze was $16. En ik vond hem zo cute. Hoe leuk is dit tasje? Kijk, er zit bling bling op de zijkanten. Dat is gewoon echt een mooie bling bling. Deze laat me een beetje denken aan Water Dream van Nabla Cosmetics. Ook echt zo'n mooie reflecterende oogschaduw. Achterkant is gewoon zo. De binnenkant is gewoon ruim en heeft, even kijken, geen extra zakjes of dingetjes. Dus het is gewoon one bag. Dus die ziet er zo uit. Super pretty. Dit is mijn eerste tas van River Iceland. Die ziet er dus zo uit. Echt prachtig. Ik vind hem echt heel erg mooi. En het is weer eens wat anders. Ik doe gewoon even die haarband uit. Ik moet nog steeds wennen aan een korte haar. Maar het is wat anders. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het is een zachte kleur. Is met goud. En hier heb je nog een extra tasje zelfs dat erin zit. Kijk. Die kan je ook nog als make-up tas of extra tas gebruiken. Anders kan je hem gewoon zo dragen. Maar ik vind het wel leuk als hij er gewoon in zit.
Dus dat zijn ook weer drie extra vakken. Want je kan dus hiervoor wat kwijt, je kan erachter wat kwijt en in de tas. Maar aan de binnenkant heb je dus nog twee grotere vakken van dit formaat. En nog één met een rits aan de andere kant. Dus dat is prima. Dus de binnenkant is gewoon one bag ook. Dus je hebt geen vakverdelingen. Je kan hem niet aan de zijkant van je schouder dragen. Dus het is echt een handtas. En aan de zijkant zit er nog iets, zeg maar, van een klein portemonneetje. Vast aan een ketting. Dus hier kan je nog briefgeld of bepaalde pasjes in doen. En die kan je ook nog gewoon naar binnen doen van de tas. Dus dat is geen probleem. Dus die kan je gewoon ook zo doen of eruit halen. Maar dan heb je het sneller bij de hand. Dus heel veel opties op één zo'n tas. Maar echt ideaal. Ik vind hem echt super cute. Dan de andere tas van River Iceland. Een andere zwarte tas van H&M. Die kan gewoon weg. Dat is echt een drama geval geworden. Dus die is niet meer mooi. En toen zag ik deze bij River Iceland nog. Sowieso ook een prachtige tas. Ja, dit zijn gewoon puur decoratieve ritsjes aan de voorkant. Die kan je gewoon helemaal niks mee. Hij is dus zwart met beige. En dat is de voorkant. Dit is de achterkant. En aan de binnenkant heb je één kant met een rits, hetzelfde bij die andere tas. En dan inderdaad ook twee van die kleinere vakjes aan de andere kant. Dus dit is ook echt een prima tasje die je als handtas kan gebruiken. Plus nog een rits op de bovenkant. Vind ik ook altijd handig, vooral als het regent. Maar deze kan je dus gewoon als handtas dragen. Dus gewoon zo. Of je kan hem over je schouder of helemaal zo dragen. Maar goed, dat zijn dus weer een aantal nieuwe koopjes. Plus, ik vond een heel leuk palet op eBay. Ik was zeg maar AliExpress of eBay, maar eBay. Die ziet er zo uit. En ik vond dit zo gaaf, want er staat dus op. My name is, staat eronder. En dan staat er Rachel, maar dan met een dubbele E. Maar ik denk, ja, dit moet ik wel nu nemen. Want één, de pantenprint is in. Dat is al mijn eerste excuus. Tweede, mijn naam staat er. Zo goed als bijna. En drie, staat ook nog My Name Is onder. En ik denk, het heeft met beauty en make-up te maken. Dus ik denk, kan nooit verkeerd zijn. Ondertussen is het prachtig blauw weer. Dat zien jullie vast niet. Daar staat mijn mooie camera. En dit is dus voor Magnetic Eyeshadows van Nabla bijvoorbeeld. Make-up Geek. Dat kan je hier doen, want het is magnetisch. Dus dit is een heel mooi paletje. Al ga je ergens heen of vakantie of wat dan ook. Doe er een aantal bij elkaar en je hebt een prachtig palet samengesteld. Dus ik vind dit soort dingetjes eigenlijk altijd wel super handig. Het Huda Beauty Desert Palette is binnengekomen bij mij en ik ben echt zo verliefd. Ik heb er foto's al van gemaakt, maar het is zo'n mooi palet. De allereerste was al mooi, maar deze steelt echt de show. Dit is echt een prachtig paletje. En dit zijn de kleuren. Ik bedoel, hoe gaaf zijn die kleuren? Ik zal hem even inzoomen voor jullie. Hoe mooi zijn deze kleuren. Ik bedoel, alle kleuren vind ik gewoon echt prachtig. En dat gebeurt niet vaak hoor bij een palet. Maar deze zijn stunning! Het palet is dus echt een favoriet van mij geworden. Want alle kleuren die hierin zitten, die ja, vind ik gewoon geweldig. Een mooie warme toon. Ik vind bijvoorbeeld Blazing vind ik heel erg mooi. Want ik hou in dat van die oranje bruine tinten. Maar gewoon alle glitterpigmentkleuren, als ik die op heb en ik werk in een winkel, dan krijg ik zoveel complimenten van klanten van: wat heb jij een mooie oogschaduw op? En dan zeg ik, ik ben er ook zo blij mee. Maar het enige nadeel is gewoon dat ik niet tegen die mensen kan zeggen, je kan het shoppen op Cult Beauty. Want één, dan moet ik al die website opschrijven. Dat is nog niet een heel groot probleem. Maar de meeste mensen hebben geen creditcard of een PayPal account. En wanneer je PayPal hebt, wordt het leven echt heel veel makkelijker. Dus maak gewoon een PayPal account aan. Dat werkt echt super. Verder heb ik mezelf weer opgepakt op Bullet Journal. Ik ga straks even weer een hele nieuwe planning maken voor de maand september. Dus dan ga ik die inderdaad even helemaal in elkaar zetten. En verder gaat het eigenlijk gewoon goed. Het gaat met mijn vriend goed. Sowieso ga ik ook weer even inderdaad binnenkort kijken met mijn vriend naar vakantiebestemming. Want we gaan natuurlijk wel weer kamperen. Ik heb nog een luifel na alles even gekocht. Nadat we op vakantie waren geweest. Die was toen in de reclame. En nou moet ik zeggen dat dat echt 50 euro scheelde. En ik vind toch wel, een luifeltje maakt toch wel echt je tent. Kijk, we hadden de tent natuurlijk, maar als het heel erg waaide of iets, dan moesten we gelijk naar binnen. Want alles viel of gelijk in de barbecue waar we aan het bakken waren en aan het grillen. En het is gewoon heel makkelijk om iets van een afdakje te hebben. De tent was echt geweldig, daar hebben we het echt enorm mee getroffen. Het is echt een bakbeest als je hem opzet. De binnenkant is echt super mooi. Maar ja, dat ga ik volgend jaar voor jullie vloggen. Dan hoop ik dat die wat iets meer is gewend aan het vlog-idee en het video-idee. Maar dan moet het echt wel goed komen en dan kan ik ook wel echt meer gaan praten.
Verder ga ik bijna richting die 10.000 abonnees. We zitten al bijna tegen de 8.000 en dat is echt al geweldig. Misschien in de tussentijd al eroverheen. Dat gaat opeens heel snel. Eerst heb ik gewoon 1,5 jaar over 1.000 abonnees gedaan en nu gaat het opeens weer een stuk sneller. Dus misschien dat ik toch eens in de zoveel tijd zo'n AliExpress shoplog of Action shoplog online moet gaan zetten, dat toch scheelt. Dus ja, ik wil jullie sowieso hartstikke bedanken voor alle lieve reacties, het volgen van mijn kanaal. En hebben jullie ideeën of willen jullie bepaalde video's zien? Laat het altijd hieronder weten of stuur mij een privéberichtje. Dus tot zover de update en hopelijk zie ik jullie bij de volgende video weer terug. En de zon die breekt het af.